Ik ben ingelogd als docent. In het topmenu selecteer ik lesmateriaal. Hier zie ik een overzicht van alle domeinen. Dit overzicht is hetzelfde als voor studenten. Lesmateriaal kunt u voor diverse doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld om uw lessen voor te bereiden of om lessen klassikaal te maken. Door op een van de domeinen te klikken, opent de leerlijn. Ook dit ziet de student op exact dezelfde manier. Ik klik op de les. De les opent zich altijd met een korte inleiding over wat er in de les behandeld gaat worden. Ik klik op Begin met de les. De opzet van een les is altijd hetzelfde. Links ziet u de bron en rechts staan de bijbehorende opgaven. De schermverdeling kunt u zelf aanpassen door het icoontje naar links of rechts te schuiven. Ik maak de eerste opgave en controleer mijn antwoord. Ik krijg direct feedback en zie dat mijn antwoord goed is. Aan de drie gele bolletjes zie ik dat ik het goede antwoord in één keer heb gegeven. Deze bolletjes geven het aantal pogingen weer. Per vraag krijgt een student drie pogingen om het goede antwoord te geven. Na drie foute pogingen kan een student op de knop Toon juiste antwoord klikken om hiervan te leren. De student kan het juiste antwoord vergelijken met het zelf ingevulde antwoord door weer op Bekijk mijn antwoord te klikken. Als docent heeft u de extra optie om alle juiste antwoorden te tonen. Uiteraard heeft een student deze optie niet. U kunt deze optie gebruiken voor het voorbereiden van de lessen of bij het klassikaal nabespreken. De antwoorden verschijnen op alle pagina's. U kunt de knop ook weer uitzetten.